Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt. Het is vandaag maandag en er komt zo meteen een fotograaf van Vermunt om het huis op de foto en de video te zetten. We hebben dus gisteren en vandaag alles helemaal netjes gemaakt. Al mijn troepjes van mijn nachtkastje, alleen wat kaarsjes nog. Het bureau is helemaal leeg, ook geen make-up meer. Wat daar normaal staat. Dingetjes moeten allemaal omhoog, zodat het allemaal veel licht is. Dit kon hier wel blijven staan. Dit is best een leuk hoekje voor op de foto zo. En we hebben dus in onze schuur alle troep neergelegd. Chloe is ook aanwezig. Dit is een beetje het opbergruimte. De opbergruimte, volgens mij is het trouwens. Ze begint nu dus achter, dus ik zit nu in de tuin. Dit is denk ik het laatste stukje dat ze doet. Maar het huis is zo mega leeg, ook in de woonkamer. Het is echt heel weird. Camera vrouw, kom maar, ik doe het wel. Camera vrouwtje is net de deur uit. En er is een vlieg en mama die heeft last van haar arm, dus zij kan hem niet doodslaan. Dus nu moet ik het doen. Maar, wat wilde ik zeggen? Zij is nu de deur uit, ze moest ook allemaal dingetjes nog opmeten en zo. Dus het is nu kort over 1, ze was hier om 9 uur, dus ze is wel echt vet lang bezig geweest. Ja. Nou, we zitten nu bij het Tolwegcentrum en er zitten nu natuurlijk mensen in ons huis te kijken. We wilden daar bij die friettent gaan eten, maar die is dicht. Dus we zitten hier met z'n tweeën een beetje levenloos op een bankje. Maar we kunnen wel naar het paviljoen, toch man? Wat eten. Wat lekker. Ik ben ook echt zwaar aan het cheaten. Friet op vanmiddag, panini met ham en kaas en deze toppetjes er nog in. Auw, tering. Dat is mijn karma. Ik krijg hem niet terug, man. Help me. Ja, ach, ik vind het toch zo verschrikkelijk lekker. Echt, als ik iedere dag meer seks kan eten, zou ik het echt kunnen. Zou ik het echt doen. Frikandel is echt mijn life. Eigenlijk is frikandel de meest gore snack die er is, want het is allemaal samengesteld uit afvalvlees. Dus eigenlijk weet je helemaal niet dat er in een frikandel zit. Maar toch smaakt iedere frikandel hetzelfde. En is je zo godvergeten lekker. Kijk je niet aan dat het paardenvlees was? Ja, maar dat is dus volgens mij niet zo. Frikandel is gewoon het vlees wat overblijft van allerlei verschillende soorten dieren. Maar goed, daar moet je niet te lang over nadenken. Nee, gewoon een hap slik weg. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Klopt dat? Woensdag? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb me even klaargemaakt. Ik heb even een contentmiddagje bij Guazen. En het is eigenlijk echt heerlijk weer. Dus ik heb ook wel zin om eventjes, I don't know, terrasje op te gaan. Ja. In ieder geval iets leuks te doen. Dat ga ik ook nog eventjes proberen te fixen vandaag. Zo. Kort. Ik ben onderweg. Zo. Het is trouwens ook weer zo goor dat ik dit hier heb laten liggen. Eeuw. Het is 5 uur. Ik ben thuis. Oh, ik ben moe. Maar ik moet me eigenlijk gaan klaarmaken, want om 6 uur hebben we een barbecue met Gossip Team. Is wel heel leuk, maar ik zou het niet verkeerd vinden om even nog een uurtje te tukken eigenlijk. Ik ben klaargemaakt, omgekleed, maar ik heb dus het idee, of is dat niet zo, dat mijn gezicht veel bruiner is dan de rest. Valt het mee? Yeah, I don't know. Anyways, topje aan van Chiquelle, zo'n gebreid dingetje. En dan de achterkant zo leuk met die touwtjes. Broekje van Gossip. Isabel Moran schoenen daaronder. Kijk hoe mooi die bodyglitter in de zon glittert. Zie je het nou of niet? Geen idee. Genieten, hè? Oh.
Oké, de barbecue was echt fucking lekker. Heel gezellig. We houden dus altijd een loting met alle items die... Ja, waar een gaatje in zat of een verkeerd stikseltje of zo. En die verloten we dan. En ik heb best wel een leuk broekje van de Only. Dus dat is best wel leuk. Ik ben nu onderweg naar Marno. Ga ik lekker mijn bed in. Het is mooi geweest. Het was wel echt fucking gezellig met iedereen. Tot morgen. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik ga nu dit gore zooitje van 3 dagen geleden even opruimen. Dan moet ik zo meteen nog even wat doen voor een samenwerking. En Renny komt zo meteen ook, dus dat is leuk. En we gaan zondag op vakantie. Zondagavond gaan we al rijden, want we vliegen vanaf Keulen. Het is wel echt een rot aan het rijden, maar je kan naar Turkije niet... Hey, Titi! Vliegen vanaf Eindhoven of zo. In ieder geval niet wat ik heb gezien. Dus dat betekent dat we Schiphol absoluut niet wilden. Want ja, groot risico, bla bla. Dus we gaan vanaf Keulen. Jezus, wat ben ik dit allemaal lang aan het maken. Anyways, ik wil mijn koffer alvast gaan inpakken. Stel even scherp. Want ik heb deze week nog best wel wat dingen te doen. En dan is dat in ieder geval al gedaan. Ik heb er zoveel zin in. Ik ga even eten. En dan komt Renny eraan. Zo, ik heb de video opgenomen. Mevrouw René is er. En wij gaan lekker naar saus. Ik heb een half uur nagedacht over wat we gaan doen vandaag. Maar we weten het. Ruik eens. Oh, lekker. Lekker, hè? Maar nu heb je 2 verschillende parfums op elkaar. Dat maakt helemaal niks uit. Ik heb dit ding aan. En deze heb ik al best wel een tijdje gekocht bij Gossip. En nu voor het eerst aan. Ik vind het helemaal leuk. Topje van Zara eronder. Broekje ook van Zara. Deze Isabel Moran schoenen eronder. Matcht wel leuk met dit jassie. En dan zijn we los. Shit, wat je nieuwe boek van. Wij gaan weer heel vies eten. Hè, vrouw? Wij hebben lekker gegeten, lekker gedronken. We zijn nu onderweg naar huis. En top van Giel, broek van Giel. Haal je daar niet mee? 3, 2, 1. Top van Giel. Het is top. Het is shit. Ik ga shit van Giel. Shit van Giel, broek van Giel. Renny is de deur uit. Ik heb lekker gegeten. Ik ga douchen en dan... op tijd mijn bed in, want ik heb morgen een shootdag bij Most Wanted. Superleuk. Ik kreeg een mailtje gisteren volgens mij dat het vandaag gepland staat. Maar ik ga eerst nog even douchen en mezelf scheren voor morgen. En ik heb dus iets nieuws gehoord. Ik ken dat nog niet eerder, maar je kan dus om irritatie te voorkomen, want ik heb dat dus altijd wel na het scheren, dat ik echt wel van die aardbeipuntjes heb, vooral aan de onderkant. Ja, echt van die spikkeltjes of zo. Ik heb geen idee of je snapt wat aardbeipuntjes betekent. Maar dat kan dus komen doordat je scheermesje bot is. Of ja, weet ik veel wat allemaal. Maar ik gebruik dus eigenlijk altijd deze. Is dat deze? Volgens mij wel. Ja, deze scheermesjes van Venus. En die hebben zo'n gel laagje aan de zijkant. Waardoor ze gewoon heel zacht zijn. Maar alsnog heb ik dat dus. Na het scheren gewoon die irritatie. En ik heb dus gehoord dat als je met conditioner gaat scheren, dat je dan dat dus niet hebt. En dat het voor sommigen echt goed werkt. En dat zou wel top zijn. Dus dat ga ik uitproberen. And I let you know. Ik was bijna vergeten te filmen. Ik wil eigenlijk wel gaan slapen. Maar op zich wel chill. Het was heel zacht met het scheren. En ja, het valt ook wel mee. Het is niet dat het helemaal weg is, maar voor mijn gevoel wel iets minder. Dus dat is chill. Ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb me klaargemaakt voor de shootdag bij Most Wanted. We gaan dus naar Breda. Ik
Dan moet die meiden daar op het station. En dan... ja, Breda shoot dag dus. Ze gaan dus iedere keer naar een andere stad. Om content te maken. En eigenlijk wel chill, want Breda is natuurlijk een stuk dichterbij dan Rotterdam. Dus ja, leuk. Ik ben onderweg, girls en boys. Ik sta nu even bij de Spar te schuilen. Volgens mij gaat het regenen. Echt een kut tijd. Ik ben weer thuis. Het was echt mega leuk. Heel gezellig ook gewoon. En eigenlijk, ja, niet per se het idee dat je echt aan het werk bent. Gewoon alsof je met een groep meiden gewoon gezellig foto's aan het maken bent. Dat ben jij eigenlijk ook aan het doen. Ik heb ook helemaal niet gefilmd, sorry. Ja, trouwens, ik heb volgens mij één beeld gemaakt van wat kopjes op de grond. Ik dacht, nou dan heb je een beetje idee hoe het erbij lag. Maar ook niet heel spannend, maar in ieder geval, hè, is het toch wat. Ja, ik word echt helemaal gek. Ze zijn al heel de middag aan het borrel. Het is inmiddels al bijna 10 of zo. Anyways, ik ga lekker naar Mar. We gaan Temptation kijken. Morgen weer een dagje dichterbij. Vakantie. Oh, zoveel zin in. Daar ligt het stapeltje met plezier. Oh, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik heb even mijn wenkbrauwen in de verf gezet. Ik moet nog even wat doen voor een samenwerking. En... mama gaat nog een beetje mijn nagels bijwerken. Ze zien er eigenlijk nog helemaal goed uit. Maar uitgroei is al een beetje aanwezig. Dus voor de vakantie nog eventjes. En staat er nog iets op de planning vandaag? Oh ja, Lot kon me laseren. Dus mijn tweede behandeling. Moet ongeveer 6 weken tussen zitten. Moet zeggen, ik zie nog geen resultaat. Maar dat is volgens mij altijd eventjes wachten bij laseren. Dus ik ben benieuwd. Zo, ik heb nog twee TikToks opgenomen met deze make-up look. En dat zit er nu ook op. En dit is de situatie. Dus ik ga dit even opruimen. En dan ga ik zo meteen nageltjes doen. Het is tijd voor lunch. Wat zeg je? Aangezien ik de laatste dagen heel ongezond heb gegeten. Even vrouw hier lekker een saladetje in elkaar geknaald. Wat zit hier ook alweer in? Tonijn. Feta kaas, tomaat, olijfjes, sla. Rucola. Rucola. Troep! Lekker. Troep. Lekkere troep. Oké, Lot gaat weer. Ah, het is wel heftiger dan de vorige keer. Nee, ik weet niet. Toen had ik volgens mij 4. Toen had je 4? Denk ik. Maar als je het aan kan, is het wel beter. Los heeft nu dus een apparaatje. Tje. Met koppen. Nee, dat valt best wel mee. Zieke weg. En van Philips. En dan kun je dus thuis het laseren bijhouden. En hoe doe je dat ook alweer, Lot? Dan meet je of welke stand hij moet? Ja, je hebt 1 tot 5. En dan geeft dat apparaat gewoon aan, zeg maar, bij jouw huid. Wat ja, dan? Dus inderdaad hoe zwaar die moet staan. De vorige keer was dat 4, dus het is 5. Dat voel je wel even. Je voelt eigenlijk gewoon hete prikjes. Ja, een beetje alsof heel snel inimini naaltjes. Dus ja. Dat klinkt echt veel pijnlijker dan dat het is. Zo dan! Kijk eens, Martje. Als ze niet, dan moet je dit inhebben. Zal ik even dat apparaat laten zien? Oh. Dit is wel sick. Ja, en je hebt allemaal, hoe heet het? Kijk, dit staat erop wat het is. Dit is oksel en je hebt allerlei. Oh, ja. En oplader. Oké. Nou, thanks, schat. Oster. Oké. Ik moet nu eigenlijk, voordat ik op vakantie ga, nog de bovenverdieping schoonmaken van mama. En we gaan een kleine test doen. Zij wil zich namelijk altijd bemoeien met hoe ik dat doe. Ik ben 20, ik weet echt wel hoe ik een badkamer schoon moet maken. Dus ik ga nu naar binnen lopen. En dan ga ik naar de voorraadkast waar alle schoonmaakproducten staan. En dan ga ik kijken of ze zich ermee gaat bemoeien. Let op.
Er müssen auch vorbereitet sein, ihn als Anteilseigner loszuwerden. Willst du eine Krankheit gegen ihn verwenden? Das Hotel hätte durch ihn einen erheblichen Schaden erleiden können. Ja, so wie hier ist wirklich recht. Hey. Eine Schlussnote führt zu mir. Ja. Wir gehen Emma mit alles rein hier, Herr Professor. Zo lekker gegeten. Zo ongezond wel weer, maar ja. Het is vakantie. Ik ben nu onderweg naar pedicure. Ik dacht, ik plan nog even een afspraakje in voordat we lekker op vakantie gaan. Mooie voetjes, mooi lakje erop. Helemaal zin in. Dus daar ben ik nu naar onderweg. Zo, het is 9 uur of zo? Ja, 9 uur. Ik heb er een uur gezeten. Echt lekker, maar heerlijk. Scrubje en zo. Nageltjes helemaal fresh. Ik heb dus wit. Vind ik altijd wel heel fris voor de zomer. Maar dat doet me echt mega denken aan de tijd op de middelbare school dat je dan Tipex op je nagels smeerde. Maar hoe leuk is dit? Helemaal leuk. Ready for the vacay. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ik heb me klaargemaakt voor shootdagje bij Gossip. Ik sliep vanmiddag, gisteravond, zo lekker vroeg dat ik echt nu helemaal uitgerust ben. Normaal zit ik hier echt met hangende ogen. Echt lekker om gewoon een keer een avondje volgens mij bij te gaan. Oké, ik heb alle content opgenomen. Ik moet nu alles even editen. En ik heb een kopje met gekarameliseerde peer thee gemaakt. En het doet me zo denken aan stage. Ik bedronk dat echt iedere dag. Zo mega lekker. Heel zoet wel. Oh, lekker. Ik heb mezelf klaargemaakt voor vanavond. We hebben een verjaardagsfeestje. Het is zo lekker dat ik lekker vanavond een feest. Morgen gaan we maar niks shoppen. En dan gaan we meteen al door naar het vliegveld en dan op vakantie. Echt heerlijk weekend voor de boeg. Ik heb een outfitje aan van Chiquelle, topje dus. En het broekje is van Zara. En dan heb ik deze, ik ga hem iets lichter zetten. Hakjes eronder van Naked. Dacht, doe eens wat anders dan een sneaker. En tasje is van Mango. Helemaal leuk. Massa's onderweg. Dan schrijven we even een tekstje voor bij het cadeautje. En dan zijn we on the way. Ik heb mijn haar dus in een klem. Dat doe ik echt nooit. En ik weet ook al dat aan het eind van de avond hier er zeker uit is. Maar ik vind het tot nu toe wel leuk zo. Nou, bye! Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben onderweg naar de bar. We gaan nog even dagje Rotterdam, het is nu 10:30. Mijn haar is zelfs nog nat van de douche, maar we moesten snel zijn, want het is een zonnebril die hij graag wil hebben. Voorraad, bla bla bla. Dus dat gaan we nu doen. Ik weet eigenlijk niet of ik gisteren nog wat gefilmd heb. Maar het was wel heel gezellig. Ik heb het niet al te laat gemaakt, ook alweer chill, want vandaag is best wel vroeg. Ja, vroeg. Jawel, 10:30 vind ik best wel vroeg. Erop uit. En morgen lekker vliegen. Oh, ik heb er zoveel zin in. Ik denk dat ik het echt al 25 keer heb gezegd, maar I can't wait. Wij zijn alweer thuis. Ik heb net een stukje van de vlog geëdit en ik zag op het vorige beeld dat er best wel een vaas in de lens zit. En dat er hier ergens een vlek zat. Maar ik wil toch deze oude camera meenemen naar Turkije, omdat mocht er iets gebeuren, kapot, gestolen of zo, dat ik dan wel mijn nieuwe, in ieder geval niet mijn nieuwe bij heb. Dus sorry als het irritant is om naar te kijken, maar ik ga het toch echt meenemen. En volgens mij kan ik het er ook niet uitpoetsen. Ik zie het nu overigens niet, maar net tijdens het editen dus wel. Oké, anyways, ik ga de vlog lekker afsluiten. Vanavond gaan we rijden richting Keulen en dan morgenochtend heel vroeg vliegen. En dan heb ik lekker een aparte video van de vakantie. Dus
ja, bedankt voor het kijken. En woensdag komt er een make-up video online in samenwerking met Hair by Roots. Met leuke nieuwe make-up producten. Is ook wel leuk om naar te kijken. En dan voor de weekvlog zie ik je heel graag volgende week weer. Bedankt voor het kijken.